helemaal zuiver uitgedraaid, die laatste salto. Uitstekende prestatie van de Canadezen. Een goed samengesteld programma met diverse acrobatiek. Ze had hier en daar wat kleine onzuiverheden, maar ik bedoel, de samenstelling, alles wat erin hoort te zitten, zit er ook in. Ik heb u verteld dat bij elk toestel zijn er 6 speciale eisen. Daar moet je aan voldoen. Als je er aan 1 niet voldoet, kan je per keer 2/10 punt aftrek. En zij heeft onder andere aan die acrobatische eis dat je tenminste 3 verschillende salto's moet uitvoeren. Dus voorwaarts, zijwaarts, achterwaarts, met schroeven of zonder schroeven voldaan. Maar kijk, hier bij de landing bijvoorbeeld, ja, dan zie je dus dat die voeten niet echt naast elkaar staan bij de landing. Ja, en dat is toch 1 of 2/10 van het punt. Hier heeft ze een kleine balansverstoring. Dat zijn die hele kleine dingetjes, ja, waar de jury heel scherp op is. En steeds 500ste op 1/10 punt van aftrek. Als je dat 4 keer hebt, ja, dan ben je dus in feite verkocht voor de medaille. Maar toch, een mooi programma. Canada, dat gisteren 6e werd in het landenklassement. Dat de laatste spelen in Sydney er ook bij was. En toen 9e werd in de landenwedstrijd. Er gaan 12 landen naar de Olympische Spelen toe. 12 teams, moet ik zeggen. En Canada is dus een concurrent van Nederland.